Deze highlights worden u aangeboden door Heineken en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Vindt Mané, mooi gedaan, Salah. Heerlijke combinatie tussen de twee internationals die elkaar in de ogen hebben gekeken. Telkens de nadelen van Salah en Egypte, maar hier toch een geweldige verstandhouding laten blijken. Ja, heel mooi in de bal gekomen en dan prachtig met de hak. Tweede hoekschop voor Liverpool. Andy Robertson. En daar vrije kopkans en het doelpunt. En Liverpool verdient 0-1 voor. En het is Konaté die scoort met zijn 1-94. Zijn eerste Champions League doelpunt voor Liverpool. Ja, geweldige corner van Robertson. Oudswinger. En mag vrij inkoppen. Komt inlopen. Is vrij van Everton. En kopt hem wel goed naar beneden. Met zijn imposante lichaam prachtig binnengekopt. Geen kans voor Vlachodimos. Balletje net naast de paal. Zijn erg gevaarlijk op hoekschop natuurlijk. Met ook de lengte van Van Dijk er nog eens bij. Goed ingespeeld door Grimaldo. Slechte kaats. Tarapt. Van Tarapt. En daar is Liverpool met de 0-2. Ah, geweldige tegenstoot, geweldige lange bal. En dan ligt het plots helemaal open door dat balverlies van Tarapt. En Liverpool profiteert meteen. Ook dat zijn de Reds uiteraard. Sadio Mané. Kijk eens, Alexander Arnold. Gewoon die bal in de rug van de verdediging dropt in de loop van Salah. En alleen Vlachodimos voorkomt. De doodsteek hier vanavond in Stadio da Luz. Het blijft uitkijken voor de snelheid voorin bij Liverpool uiteraard. Weer zo'n lange bal. Alexander Arnold naar Robertson. Luis Diaz onvervaard in het duel, maar zo lanceert hij wel Rafa Silva. En Robertson moet even passen, alleen Darwin is mee. Tweede zone, Konaté daarnaast, Darwin! Benfica heel snel op 1-2, vierde minuut na de rust. Ze gingen het anders doen en het levert heel snel iets op. Ja, wat efficiëntie betreft zijn er weinig die beter doen in deze Champions League campagne dan Benfica. Ja, eerst Luis Diaz die Rafa Silva lanceert met terug te koppen en dan... Helemaal naast de bal getrapt door Konaté. Heeft wel oog voor Darwin. Maar trapt los naast de bal. En een goede controle van de Uruguayaan. En goed afgewerkt. Goed van Everton. Ze zijn met 4. Everton. Tijd om aan te leggen. Alisson Becker voorkomt de gelijkmaker. Benfica raakt bloed. En Liverpool is plots nergens meer. Wordt overlopen bij momenten. Toch vreemd. Hoe een wedstrijd kantelen kan, zelfs op dit niveau. Ja, ja. Liverpool raakt er niet meer doorheen. En daar gaat Darwin Núñez. De vlag blijft voorlopig naar beneden. Uruguayan is voorlopig alleen. Rafa Silva nog op komst. En dan gaat hij liggen. Iets te makkelijk liggen, vindt Manzano. Want geen fluitsignaal. Ja, armpje. Arm. De arm. Ja. Is gezien. Het is te weinig. Maar net voldoende om Darwin zich te laten vallen. Als hij dat niet doet, is hij er wel langs, denk ik. Ja, als hij hem fluit, dan zal de VAR ook niet tussen beiden komen. Want er was contact. Ja, ja. Spurtende Yaremchuk. Hoog.
Doordekkende Otamendi. En daar is Keita weer. Zorgt voor een versnelling. Door het midden. Luis Diaz. Voorbij Vlacho Dimos. En daar is het derde doelpunt voor Liverpool. Luis Diaz, die we bijna niet zagen in de tweede helft. Maar die een goede wedstrijd bekroont met een goal. En zo is de voorsprong voor Liverpool toch weer twee doelpunten. Een breed glimlachende Jurgen Klopp. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.